Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de horecadiensten van Cox ⁇ Co. Happy to serve you sinds 1926. Ja, we staan nu op de plek waar het volgende week gaat gebeuren. Ja, dat klopt. Volgende week gaan we hier om 11 uur van start met de vijfde editie van het Drakenboot Festival Limburg. Het ja, we moet toch wel goed voelen om dat weer na twee jaar te mogen organiseren? Hè? Dat kan, kun je wel zeggen, ja. De afgelopen twee jaar hebben we natuurlijk elke keer opgestart onder het bom van ja, het zou misschien mogelijk zijn. We hebben elke keer natuurlijk weer snel afgeblazen en nu zijn we blij dat het weer, weer los kan gaan. Ja. Drakenbootfestival, ja, wat moeten we ons daarbij voorstellen? Uh, je moet je voorstellen dat mensen in een, uh, in een drakenboot, ja, wat kun je daarbij, een, een, een grote, boot, grote houten boot waar acht man in zitten die moeten roeien en waarbij één drummer het ritme van het roeien aangeeft. Die zit op de voorplecht. Uh, dat moet je er eigenlijk bij voorstellen. Dan gaan vier teams gaan in een serie gaan los uh, en uh, nadat uh, alle teams uh, twee keer hebben gevaren. Worden eigenlijk de acht beste in de halffinale uitgenodigd. En de vier beste gaan door naar de finale. En degene die wint, dat wordt de Limburgs. Uh, je mag zichzelf een jaar lang het Limburgs kampioen drakenbootrace uh, noemen. En de eeuwige roem. En de eeuwige roem, natuurlijk. Ja, absoluut. Uh, dan gaat het hier gebeuren, maar hoeveel? Want uh, de, ja, ik, ik las een paar getallen, maar is er al een stop of niet? Uh, de stop is er... In principe niet. Weet je wel, als iemand op het laatste moment zegt, willen we nog meedoen, dan kan het wel. Dan passen we het meestal nog wel in. Uh, tot nu toe hebben we 22 teams ingeschreven. Dus 16 daarvan doen echt mee voor het Limburgs kampioenschap. En 6 zitten in wat wij dan dit jaar hebben geïntroduceerd, de college run. En dat is eigenlijk voor alle middelbare uh, scholen in, uh, in Roermond en omgeving. En daar hebben we nu dus, dus drie scholen hebben we zich ingeschreven. Drie lerarenteams en drie uh, scholierenteams, zeg maar. Ja, dan kun je er nog vijf bij hebben. Uh, makkelijk. Ja, dan hebben we, dan hebben we, weer, we hebben vier boten ter beschikking per race. Dus nou, we hebben één boot, kan er sowieso al gevuld worden. En als we er weer vier hebben, dan hebben we twee races. Helemaal prima. Ja, dat bedoel ik, maar vijf. Ja, daarom klopt. Ja. <laughs> Zee, um, het goede, de opbrengst. Hè? Want uh, ja, zoveel teams, dat brengt nogal wat op. Ja, dat klopt. De, 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 de opbrengsten hebben we twee jaar geleden besloten dat we dat willen, ten goede willen laten komen aan het stimuleren van sporten onder, onder kinderen. En daar hebben we toen twee mogelijkheden bij gevonden. Dat was het jog en Stichting Leergeld Nederland. Nou, de Joch is echt voor gezond sporten onder jongeren te stimuleren. En Leergeld is eigenlijk voor kinderen die het wat minder financieel, wat minder goed hebben. Om die dan zeg maar de mogelijkheid te geven om toch sportief bezig te kunnen zijn. Nou, dat hebben we eigenlijk gekoppeld aan de rakenboot. Waar je natuurlijk de hele dag sportief bezig moet zijn als je Limburgs kampioen wil worden. Ja, hoe laat en waar? We beginnen om 11 uur dan gaan de eerste race van start. Dat betekent dat de teams zeg maar om half 11 allemaal komen. En tegen een uur of vier, half vijf zal de finale plaatsvinden. En dat zal ter plekke hier zijn. Daarna of gedurende de dag zal er sowieso muziek zijn door middel van een DJ. Maar tegen, tegen de tijd dat de finale zal zijn, zal er ook een live band zijn. En voor als je met een gezin komt met kleine kinderen, hebben we bijvoorbeeld springkussen en al dat soort dingen hebben we ook allemaal ter beschikking. En daarnaast, zeg maar, eten en drinken bestaat er enerzijds natuurlijk gewoon uit de dingen die je mag verwachten. Hè. Je wil iets lekkers drinken, je wil een keer een biertje drinken of je wil een keer een frietje eten. Maar juist ook de andere kant van, weet je wel, gezond, gezond leven, hebben we ook een sappenbar. en ook bijvoorbeeld broodje gezond en dat soort zaken hè, voor mensen ter beschikking. En als dit weer is. Maar natuurlijk, ijsjes in overvloed. <laughs> Ga daar maar vanuit. Goed bezig, leuk feestje. Eh, goed bezig, leuk feestje. Laten we het daar maar over houden, ja. Gaat zeker goed komen. Zeker als het, weer, als het over een week dit weer nog is. Heel veel succes. Dankjewel. Deze uitzending is mede mogelijk gemaakt door Hotel en Grand Café De Pau.